Op een actieve manier de Nederlandse taal leren. Op verschillende plekken in de stad wordt de cursus actief met taal georganiseerd. In kleine groepen wordt aan mensen die uit het buitenland komen de Nederlandse taal geleerd. Wij zijn geen school. Daarvoor moet je ook vaker, vaker lessen nemen. Bij ons is het echt. Ja, het actief deelnemen en ook met elkaar. Dit zijn hier in dit geval vrouwen uit deze wijk. Sommigen kennen elkaar, anderen niet. Dus ze leren elkaar kennen, kunnen samen ondernemen. Het is echt oefenen, ontmoeten en ook leren durven. De deelnemers worden ingedeeld naar niveau en gemeenschappelijke interesse. Ze zijn gemotiveerd en zijn wekelijks van de partij. Heel leuk, Het is goed voor mij. Ik ben bijna drie jaar in thuis. De cursisten komen zo in contact met anderen, en door veel te oefenen worden ze de Nederlandse taal machtig. Ik wil uh, graag weer uh, verder uh, over Nederlandse taal leren. Uh, ik woon in Nederland. Uh, ik wil nie, niet altijd iemand anders afhankelijk leven. Daardoor wil ik graag uh, verder studeren. De cursus is een succes: er zijn veel aanmeldingen. We hebben 80 aanmeldingen op het moment en we zijn eigenlijk nog maar een half jaar bezig. En we willen proberen zoveel mogelijk mensen te bedienen. En we werken met vrijwilligers die dan de cursus geven. Dus dat zijn mensen die zelf ook belangrijk vinden om ja, iets bij te dragen. Dat, ja, dat alle mensen van buitenlandse afkomst ook hier echt kunnen meedoen. En dus ook taal goed kunnen spreken. Na 20 lessen wordt de cursus afgesloten. Maar voor deze deelnemers is dat nog niet genoeg. Zij willen hierna graag een niveau hoger.